Lieve mensen, u zou een keer allemaal moeten achterom kijken. Kijk zo een keer goed achterom. Durfde je dat? En dan zie je dat zelf in voor of na coronatijden die kerk hier wat gevuld is. Waarom? Dat vraag ik mij ook af. In de week waren wij op sessie met al de Vlaamse pastoors van Brussel. Zijn er niet al te veel meer. En daar nog een paar pastorale werksters bij. En dat ging over hetgeen wat de paus ons vandaag wil vertellen. En dat gaat over een soort van synode. Je moet dat niet vergelijken met een sinusiet, want daar krijg je koppijn van. Maar ze doen een soort van bevraging. Ik had dat een week of twee geleden in mijn pastorale ploeg al een keer gezegd. En iedereen schudde daarmee warrig met zijn of haar kopje zo van. Dat is al de zoveelste keer dat wij het moeten zeggen. En er wordt toch niet naar geluisterd. Ik kan jullie niet beloven dat ze in Rome gaan luisteren. Dat weet ik niet. Maar nu vragen ze een keer expliciet wat dat wij ervan denken. Je weet dat allemaal. Als je ergens met mensen samen bent en soms zit er een pastoor bij en die is wat toegankelijk en die krijgt dan wel de volle lading af en toe een keer. Maar nu komt het vanuit Rome. Hoe voelen jullie zich vandaag de dag in een kerk? Misschien een beetje ambetant, omdat er een of andere madame zegt dat je daar niet mag zitten. Maar een chance dat hij een goede en permeabel heeft. Maar de vraag komt expliciet. Gelijk de Franse kerk gevraagd heeft om dat pedofilie-schandaal een keer gaan uit te pluizen. Dat de Belgische kerk dat ook gedaan heeft, een aantal jaar geleden. Maar zo vraagt de kerk vandaag aan ons, wat zijn jullie gedachten? En de bisschop vraagt dat aan elke parochie. Niet enkel aan mensen die elke zondag, of die daar een band hebben met de kerk, maar ook diegenen die dat de kerk al een beetje hebben verlaten. Je kent dat zo, onstoemelings. En alle redenen zijn goed. Alle redenen zijn heel goed. Maar iedereen heeft een bepaalde reden om weg te blijven. En ik heb dat zo een keer face-to-face zo aan hier en daar al een keer mensen gezegd van, wat degoteert u vandaag in de kerk? Komt u nog misschien omdat mama en papa 60 jaar getrouwd zijn? Of komt je toch omdat je niet anders kunt? Of komt je omdat dat zo gewoon is? Maar er wordt ons dat voor de eerste keer officieel gevraagd. In heel de wereldkerk. Natuurlijk kunnen wij zeggen van, gaan ze luisteren naar ons? Die pastoor of die een bisschop of die een paus, die doet toch zijn goesting. Maar je weet heel goed, lieve mensen, als een pastoor zijn goesting doet,
Dat iedereen stilke aan een reden zoekt om weg te blijven. En begin met een zware knie of een nieuwe heup of een slechte nacht of noem maar op. Vandaag wordt ons die vraag officieel gesteld. En we zouden graag daarmee in gesprek gaan. Gewoon om ons gedacht te verwoorden over wat ons bezighoudt. Niet om waarom dat een ander niet gaat, maar wij, onszelf. Zijn wij consumptiechristenen? Geëngageerd? Hebben wij ergens een heel zwaar kwetsuur opgelopen? En die kwetsuren zijn er. Meer dan dat je allemaal denkt. En noem maar op. Dat is iets wat wij nu, tussen nu en december, een keer over zouden babbelen. Een beetje later. Dan vraagt de kerk ons dat we terug een keer samenkomen. Rondom iets anders. Van wat dromen wij? Van welke kerk dromen wij? En dan wordt ons ook terug die vraag gesteld. Wat willen wij in feite hier in de kerk beleven? Misschien gospel, zouden de mensen zeggen. Maar elke week gospel, dat worden zelf de Afrikanen moe. Want dan zou de kerk van Laken moeten uitgebreid worden. Die tweede vraag gaat over in diepste zijn. Wat zouden wij voor een kerk, ik zeg wel een Rooms-Katholieke kerk, waar de Eucharistie centraal staat en geen gebedsdiensten, want we blijven nog altijd een Rooms-Katholieke kerk. Dat is de tweede vraag die ons wordt gesteld. Waar dromen wij van? En dat gaat zo in de periode zijn tot en met begin maart. En dan, lieve mensen, ik hoop dat jij ziet, dan komt de derde fase. De fase van, en hoe gaan we dat waarmaken? Hoe gaan we dat gestalte geven? En ik denk niet dat we daar moeten 2, 3 sessies voor vrijhouden. Dan komt de vraag aan ons. Want van dat eerste vraag, daar weet iedereen een antwoord op. De tweede vraag van wat dromen wij zo'n beetje? Dat is al wat anders. Maar de derde vraag, dat is van vandaag de dag. Wie wil er stilletjes aan mee bezig zijn? En dan ben ik een keer vreed curieus. Wie wil dat doen? Niet alleen hier voor Jetten, hè? Maar ook voor Ganzoren, of voor Wemmel, of Molenbeek, of noem maar op, of Ninoven, of Vlede, of Selik. En dat, lieve mensen, dat laatste, dat is even erg als dat ze zouden zeggen van verkoop alles wat je bezit en volg mij.
Tot zelf dat vragen we vandaag nog niet meer. We vragen dan, hoe kunnen we dat vandaag de dag gestalte geven? Een kerk waar mensen samenleven. In goede en kwade dagen. Een kerk die openstaat voor mensen in problemen. Waar groot en klein zich ongeacht in welke positie ze zich ook mogen bevinden, kunnen welkom heten. Dat is de beste vraag dat ze ons in Rome ooit hebben kunnen stellen. Amen.